Zeeland Sport nabeschouwing. Goedemiddag, Christian. Goedemiddag. Jullie hebben gespeeld tegen Ruurlo vanmiddag. Uiteindelijk met 0-2 verloren. Papier gelijkwaardige tegenstander. Kun je ons een beetje meenemen in het verloop van die wedstrijd vandaag? Ja, zeker. Ja, wat je eigenlijk al mooi zegt, zo'n papier een gelijkwaardige tegenstander. Ja, en dat bleek ook wel vandaag. Eerste helft bijna weinig weggegeven, alleen door één onopletterbijt. Eigenlijk niet goed in de organisatie staan. Straffen zijn het gewoon goed af en dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan ging daarvoor gewoon op en neer, echt een schaakspel. En na de rust doen we eigenlijk hetzelfde nog een keer. We staan een keer verkeerd in de organisatie en wij komen 1-1 op de keeper. En ronden dat goed af. En daarna hebben we nogal met 0-2 proberen te forceren. Om steeds meer kansen te creëren via de zijkanten door de as. Nou, gewoon niet vallen vandaag. Ruurlo stond nog historisch erg goed. En waren erg gevaarlijk in de omschakeling. Daarnaast met drie jongens die heel snel zijn voorop. Ja, en dat was een beetje het wedstrijdbeeld. Het was echt wel een beetje een tactisch schouwspel. En we zeiden vooraf allemaal, want degene die als eerste de goal maakt, die wint de wedstrijd ook. Nou ja, dat bleek wel weer. En het thuis daar in Ruurlo was eigenlijk hetzelfde wedstrijdbeeld. Maar er gebeurt dus wel eigenlijk die twee doelpunten. Zijn dus twee keer op dezelfde manier eigenlijk ontstaan en gevallen? Nou ja, de eerste valt eigenlijk uit een ingooi. Waarbij we een combinatie komen en Ruurlo goed druk op ons zet. En waarbij achterin in één keer eigenlijk één op één komen te staan. Ja, en dat spelen zij goed uit. En daarna is het nog een keer een omschakeling in de tweede helft. Dus niet uit een ingooi, maar dan staan we ook eigenlijk gewoon... Nou, verdedigend, niet met plus 1. En daardoor schaffen zij dat in de 1e week goed af. En een spits, ja, die is goed. Het is een goede middenvelder, volgens mij, van aanvallen. Dus een speler. Ja, die bezit ook genoeg kwaliteit om het af te ronden. En dat deed hij twee keer. Kijk aan. Dan denk ik dus 0-2 dan helaas verloren. In stand staan jullie 7e met 26 punten. En langzaam maar zeker, omdat er toch iets van een gat zit, zou je een beetje kunnen kijken richting de bovenkant. Of is dat iets te optimistisch? Ah, dat vind ik op dit moment nog iets te optimistisch. Want je ziet wel in deze competitie dat iedereen van iedereen kan winnen. Dus ik denk dat we echt per week moeten gaan kijken. Dat is echt super belangrijk voor ons. Ja, kijk, vandaag hadden we kunnen winnen, maar we verliezen. En als je de andere uitslagen ziet, dan zie je ook in één keer dat een Gias eigenlijk verliest van DTC met 2-4. Dus ja, het blijft constant heen en weer gaan. Dus ik denk dat het einde van de competitie echt gewoon spannend blijft. Ja. We willen wel natuurlijk naar boven kijken en dat willen we ook zo snel mogelijk gaan doen. Maar ja, daarvoor moet je wel de wedstrijd winnen. Kijk, vorige week winnen we hem goed met 0-3 op een echt onbespeelbaar veld. En vandaag spelen we eigenlijk wel goed, alleen door 200 opletreden. Ja, wordt het afgestraft. Ja. Ja, dat is jammer dan eigenlijk, hè? Ja, dat is zuur. Ja, ook daar weer moeten we van leren. Kijken, hoe kan het gebeuren? Kunnen we daar wat mee doen? En daarnaast... We laten het wel gewoon een compliment geven, want we zijn gewoon door blijven gaan als ploeg ook zijn. En we hebben geprobeerd echt wat te geforceerd om kansen te forceren. Maar Ruurlo stond ook gewoon goed organisatorisch, daar ook een compliment voor. Heb je nog bepaalde dingen waarvan je zegt van dat wil ik volgende week tegen DSW echt anders doen? Ik wil dat op een andere manier gaan aanvliegen wellicht. Maar ik wil graag wat doelpunten maken, dat is wel fijn. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Dus we hebben die twee wedstrijden thuis gespeeld en twee keer echt wel genoeg kansen gecreëerd en mogelijkheden. Alleen die bal gaat er niet in, dus ja, daar zouden we echt wel wat... mee moeten gaan doen, zeg maar. Maar zoals vorige week schieten we er wel weer 3 in. Dus ja, ik denk als we op dezelfde weg doorgaan, dan gaat het ook gewoon goed komen. Daar ben ik ook weinig van overtuigd. Okay, dus je hebt niet het gevoel dat je elke week tegen degradatie moet strijden, zeg maar? Nee, helemaal niet. Nee, want we zetten ook gewoon een goede lijn en het spel was ook gewoon goed. En we hebben eigenlijk ook, al die twee momenten na dan geen kans weggegeven. Nee. Nee, ja, eigenlijk jammer dat je eigenlijk die twee fouten hebt gemaakt, want anders heb je gewoon punten gehad eigenlijk. Ja, zo is het wel. Dat ben ik met je eens. Dat is ook voetbal. Dat is ook voetbal. Ja, precies. Vorige week kwam ook nog het nieuws dat natuurlijk jullie clubman Jeroen Honost is overleden. Kende jij hem persoonlijk? Was hij de laatste jaren nog veel actief bij het eerste team of is dat echt wel van wat langer geleden al? Voor mij, ik ken hem niet persoonlijk, ik weet wel wie het is, maar dat was wel voor mijn tijd. Maar het is natuurlijk erg triest, zo'n jongeman. Ja. Vrijwilliger van het jaar, dus ja, dat is echt wel diep triest en een groot gemis voor de club. Ja, precies. Wat merk je daarvan binnen Overwetering, zeg maar, heb je, een beetje stomme vraag, hoe is de stemming, maar...
Nou, je merkt wel dat de spelers vorige week, zeg maar, het raakt wel de spelers. En ik denk dat volgende week ook wel weer op het laatst op het veld hebben laten zien dat we een minuut stil te winnen. En daarna gewoon echt wel veel strijd. Ook voor Jeroen gewoon wel die drie punten pakken. Dus dat zie je wel terug. Veel spelers hebben natuurlijk jarenlang met hem samengewerkt. Mm-hmm. En Oss is natuurlijk een wat kleine dorp. Dus iedereen, ik denk dat iedereen ook wel kent binnen Oss. Ja. Ja, dus dat merk je wel. Ja, dan moet je wel gewoon weer stilstaan, vind ik. Dat is wel een respect. Ja, precies. Nee, dat hebben jullie dan mooi gedaan. In ieder geval een minuut stilte daarvoor ook. En mooi dat toen in ieder geval die punten ook nog weer wel strijdbaar mee zijn gegaan. Tot slot nog een beetje, Christian, waar denk je waar jullie gaan eindigen met Overwetering dit seizoen? Nou, wij gaan eindigen. Ik hoop in de top 5. Dat is het doel. Ik denk dat we dat ook wel moeten kunnen. Maar ja, wat ik al zei, iedereen kan van iedereen winnen. Dus dat is toch wat lastiger. Ja, precies. We kennen de meeste tegenstanders wel. Maar ja, je ziet wel dat de uitslagen verbaasden soms wel. Dat je denkt van, oh ja, dat had ik niet zien aankomen. En dan zie ik dat wel. Dus ik zou tevreden zijn als we in de top 5 eindigen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Nou ja, dat maakt ook een mooie, leuke competitie, Christian. Met volle verrassingen en houdt ook lekker tot het einde zo spannend voor iedereen. Ja, dat blijft ook leuk. Dus je moet ook elke week gewoon echt op je scherpste zijn. En dat is ook belangrijk. Maar daar zijn de jongens echt wel bewust van. En we trainen ook gewoon hard. En wat dat betreft komt dat ook wel goed. Kijk. Dat geloof ik wel in. Oké, helemaal goed, Christian. Wil ik jou danken dat je even tijd wilde maken om in de uitzending te komen. Fijne zondag nog verder en hopelijk tot de volgende keer. Helemaal goed. Jullie ook bedankt. Een fijne uitzending nog. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Dag.